Ja, ik wil een korte verklaring afleggen en daarna u het woord geven. Dan wel, u kunt dan vragen stellen. Ja, de uitkomst onderzoek permanente bewoning en recreatiewoning. Het college heeft onderzoek gedaan naar de juridische houdbaarheid en de financiële haalbaarheid van om de pijldatum van permanente bewoning van recreatieverblijven te verschuiven naar 1 januari 2010. In het collegeprogramma is opgenomen dat het college oplossingsgericht wil handelen onder de voorwaarde dat dit juridisch en financieel verantwoord mogelijk is. Uit het onderzoek blijkt dat het wijzigen van de pijldatum weliswaar financieel haalbaar is, maar juridisch niet houdbaar. Daarom heeft het college besloten het huidige beleid voor te zetten. Aan alle betrokken bewoners wordt vandaag een brief verzonden. Indien toepassing van dit beleid leidt tot disproportionele, nadelige en schrijnende situaties, kan het college tijdelijk afwijkend van het beleid. Deze hardhoudsclausule was ook in het huidige beleidslijn al afgesproken in 2013. Het college heeft de raad door middel van een informatienota geïnformeerd en dit zal op 31 maart met de raad besproken worden. Hiermee hoopt het college helderheid te geven aan een langlopend dossier in de gemeente. Ja, het lijkt mij een stap terug voor het college. Nou, het college heeft de opdracht gekregen natuurlijk in het collegeprogramma ook verwoord tot het onderzoeken van de twee vragen, de financiële haalbaarheid en de financiële juridische haalbaarheid. Nou ja, uit het onderzoek is gebleken dat het dus juridisch niet houdbaar is. Dus ja, dan ga je automatisch terug naar het beleid wat er was. En wat gaat dit concreet voor bewoners betekenen? Dit gaat concreet voor bewoners betekenen dat de gemeente weer gaat handhaven op permanente bewoning. Wat inhoudt dat na behandeling in de raad op 31 maart het handhavingsbeleid weer opgepakt gaat worden. En weer gemeengoed wordt om ervoor te zorgen dat er uiteindelijk niet permanent bewoond wordt in de recreatieparken. Bewoners zijn echt heel boos, dreigen met bezetting van het gemeentehuis. Hoe gaat de gemeente daarmee om? Nou, die signalen hebben ons nog niet ontvangen. Jij hebt vandaag contact gehad met alle parken, alle eigenaren van de parken. En die zijn geïnformeerd voorafgaand aan. Voorlopig zien wij als gemeente de situatie ontstaan, maar wij hebben eigenlijk niet het idee dat dit moment zo dat het zo hard zal lopen. Ik denk dat de onderzoeken die hier liggen, als die goed gelezen worden, voldoende duidelijkheid geven waarop we deze beslissing hebben moeten nemen. Op basis van, van het uitgebreide onderzoek, de informatie wordt ook openbaar, dus iedereen kan die informatie ook inzien. Op basis van de jurisprudentie en eigenlijk het volledige juridisch uitzoeken van alle situaties maakt duidelijk dat er uiteindelijk geen houdbare situatie ontstaat in de gemeente. Waardoor je er uiteindelijk moet kiezen op het moment dat het dan tot handhaving wordt overgegaan en of dan wel tot een rechtszaak. De kans dat de gemeente verliest erg groot is en dat we dan toch ook weer terug zouden moeten naar het oude handhavingsbeleid. En dat is voor het huidige college de reden om te zeggen van ja, als die kans gewoon groot is dat gebeurt, dan moet je nu geen ander beleid opstarten als het beleid wat er in het verleden was. Waren die onderzoeken dan ook al niet gewoon gedaan in de vorige periode? Is het wel reëel geweest om te zeggen van we gaan nog een onderzoek doen? Zo zijn die mensen niet blij gemaakt met een dode mus. Ja, het is de afspraak die in het coalitieakkoord en het collegeprogramma is opgenomen. En die taak heeft het college uitgevoerd. En wij hebben op basis van de onderzoeken de onderzoeken die gedaan zijn, de conclusie getrokken dat het beleid uit het verleden in stand blijft. Dus ja, wij hebben de opdracht die er lag in het collegeprogramma en het coalitieakkoord uitgevoerd. En de vragen zijn beantwoord. En wij komen tot de conclusie dat wij geen andere conclusie kunnen trekken als dat het bestaande beleid gehandhaafd blijft. Ik denk dat wij nu in ieder geval echt 100% duidelijkheid hebben dat wij als gemeente duidelijkheid kunnen verschaffen naar alle bewoners. Dat juridische houdbaarheid niet mogelijk is om de pijldatum te verschuiven. En die duidelijkheid die maakt het hopelijk, en verwacht ik ook gewoon voor iedereen duidelijk, dat dit het beleid is van de gemeente en dat er ook geen discussie meer over kan plaatsvinden. Mark, je kwam vanmiddag met een stemadvies op de dag dat de verkiezingen zijn. Inderdaad.
Er kwam vandaag een bericht bij ons binnen dat er vandaag informatie gegeven zou worden over de recreatiewoningen in Moordrecht. En toen wij de notitie lazen, steeg onze verbazing enorm. Want daarin staat waar wij al 4 jaar aan het roepen zijn in de vorige collegeperiode. En wij zien dat er verkiezingsbeloftes niet zijn nagekomen door SP, de NES en D66. Want zij zijn de verkiezingen ingegaan met iets wat onmogelijk is? Inderdaad, dat hebben we voortdurend ook in de verkiezingen naar hen aangegeven. Onlangs heeft de Raad van State het ook aangegeven dat het beleid dat gevoerd wordt bij de recreatiewoningen het juiste beleid is. En het college komt nu ook tot die conclusie, maar heeft er wel €25.000 voor moeten vermorsen. Want dat heeft het onderzoek gekost? Ja, in de notitie staat inderdaad dat het €25.000 gekost heeft. En dan hebben we het alleen nog over geld van onderzoeken en dan hebben we het nog over tijd van ambtenaren en college. Plus dat mensen lang hebben moeten wachten en onzekerheid hebben moeten zitten. En terwijl het als een schrijnende situatie voor sommige mensen is. Dus wij vinden het een hele vervelende setting voor de bewoners en ook voor Zuidplas. Zijn jullie boos? Wij zijn, ja, boos is een emotie. We vinden het zo jammer dat er zo slecht geluisterd wordt. Terwijl het in een raad zo belangrijk is om met elkaar in dialoog te zijn. Dus boos is niet het juiste woord, maar wel verbaasd. En wij gaan de stukken nog eens goed lezen. En ook met oppositiepartijen, want dat is het tegenwoordig. Goed nadenken over hoe we hier nou mee om moeten gaan. Dico, je was hier ook bij persbijeenkomst. Je mocht nog geen vragen stellen. Dat gaan jullie op de 31ste doen in de gemeenteraadsvergadering. Wat is de meest brandende vraag die je voor de wethouder hebt? Nou, de vraag die ik wilde stellen eigenlijk is dat ik het een beetje raar vind. Als je de conclusie trekt van het is juridisch niet houdbaar. Maar als we het doorvoeren, dan zou het geen geld kosten. En die combinatie die snapte ik niet helemaal. Want ik denk als je dingen gaat uitvoeren die juridisch niet houdbaar zijn en waar je achteraf als gemeente op terug moet komen, dat je dat ook weer centen gaat kosten. Dus dat was mijn vraag geweest. Het is een langslepend dossier. Dat heeft voor de meest volle tribunes gezorgd de afgelopen jaren in het gemeentehuis. Hoe denk je dat gaat verlopen? Bewoners zijn heel erg boos. Kun je dit wel als gemeente verkopen, denk je? Nou ja, wij waren nooit geen voorstander om het dossier weer opnieuw open te breken. En dat hebben we toen ook wel gezegd. Van, denk goed over na waar je aan gaat beginnen. Want je gaat mensen toch een lokketje voorhouden wat je misschien niet waar kan maken. En het is helaas gebeurd en dat vind ik eigenlijk alleen maar jammer. Ja. Wat gaan jullie doen met deze nieuwe informatie? Nou, ik heb niet zo heel veel zin om nu veel te zwarte pieten. Ik hoop dat we gewoon dit dossier kunnen sluiten en dat het gewoon uitgevoerd wordt conform het oude beleid. En wat mij betreft wordt die hardhuisclausule gewoon ruimhartig toegepast. We zijn er niet uit om mensen de goot in te trekken, maar we moeten gewoon wel koers houden. Feitelijk wat we in de vorige collegeperiode beleid was, dat was goed beleid, dat is vandaag gebleken. Ja, koers houden zou ik zeggen.